Vandaag mogen 10 wijkverpleegkundigen van Envida hun certificaat ontvangen voor het verpleegkundig leiderschap. Deze certificaatuitreiking is vandaag in het klooster van Wittem. Het doel van dit leertraject is een verdere professionalisering van de wijkverpleegkundige, waarmee invulling wordt gegeven aan de 5 kwaliteitsaspecten van de kwaliteitskader wijkverpleging en aan de functiebeschrijving van wijkverpleegkundigen van Envida. Het programma bestaat uit 14 bijeenkomsten binnen een half jaar tijd, waar alle 5e kwaliteitsaspecten aan bod komen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt de wijkverpleegkundige handvaten toegereikt om zichzelf verder te ontwikkelen als wijkverpleegkundige. Tijdens het leertraject delen de wijkverpleegkundigen veel informatie met elkaar, waardoor ze eigenlijk van elkaar leren. Na de afronding van het verpleegkundig leiderschap krijgt de wijkverpleegkundige een certificaat. En 36 accreditatiepunten van het kwaliteitsregister VNVN. Wil jij ook verpleegkundig leiderschap doen? Geef je dan op voor groep 5. Zoals jullie zien, hè, gaat Eefje ons verlaten. En wij zoeken nog een nieuwe trainer voor de module verpleegkundig leiderschap. Hebben jullie interesse? Laat het ons weten.